Ik moet daar gewoon verrekenen, maar ik. Ja. Hey, hey, ik ben Jamila Baidoo en welkom op mijn kanaal. Zoals jullie weten ben ik dus bezig met afvallen, sporten, gezond eten, dit en dat, zus en zo. En ik krijg mega veel privéberichten van mensen die dat zelf zeggen van oh, dankzij u ga ik nu ook starten of ga ik nog iets aan mijn eten doen of ga ik meer sporten. En uiteraard is het altijd heel leuk om te lezen dat mensen door mij dan zelf ook goede stappen willen ondernemen. Dus ik dacht, ik ga vandaag mijn tips delen die ik gebruik om te sporten en voor af te vallen. Voor gezond te eten, welke dingen dat je wel mocht doen, welke dingen dat je beter niet kunt doen. Wat ik heel vaak doe is kijken naar andere mensen die dat al zijn afgevallen, bijvoorbeeld 20 of 30 kilo of zo. En ik kijk dan altijd zo die voor- en na-foto's. Ik vind dat super inspirerend om daar naar te kijken. En dat motiveert mij ook enorm om verder te doen. Dus laten we eerst samen kijken naar een aantal foto's van mensen die dat eerst iets voller waren of dikker en dan hun levensstijl hebben veranderd. De eerste vrouw is al direct een gigantisch verschil. Dat is namelijk dit. Dus aan de linkerkant zie je duidelijk dat ze wel een maatje meer had. En rechts ineens zo spieren en zo. Ik wil zelf niet van die heel gespierde benen hebben of zo. Ik wil gewoon een mooie slank figuur. Al vind ik deze wel een heel groot... Ja, een grote achievement gewoon, hè. Nu, je ziet wel op haar buik aan de rechterkant dat ze loshangend vel heeft. En daar gaan we het zometeen ook verder over hebben. Maar dat gebeurt dus ook wel. Als je redelijk veel hebt gewogen en je gaat snel afvallen vooral, dan is er meer kans op loshangend vel. Als je trager afvalt, heb je minder kans. Maar dat kan er ook altijd zijn. Dat heeft te maken met je genen en zo. Ja, deze is juist van hetzelfde. Dan ook een heel groot verschil. Ik hoop dat deze ongeveer 30 kilo is dat er af is. Dat is ongeveer hetgene waar ik kwijt moet. Die maskers op de linkerfoto, degene dat er nog voor was, die lachen nooit. Je moet daar eens op letten. En als die dan zijn afgevallen, dan zijn die ineens zo kei vrolijk. En dan lachen die en dan is dat echt zo leuk om te zien. Maar ja, deze is ook echt een goede achievement. Wat je wel veel merkt is, van die maskers die dat zijn afgevallen, dragen heel veel van die high-waist pants. En ik denk persoonlijk dat dat ook komt omdat die inderdaad loshangend vel hebben of misschien nog streamen hebben of zo. En ja, die willen dat dan op die manier verbergen. Over loshangend vel gesproken, de volgende. Goed, je ziet heel duidelijk dat deze een heel groot verschil is. Links, dat is echt zot hoe groot het hier was, letterlijk. En dan rechts zie je echt enorm veel van dat los vel. Nu, je kunt dat operatief laten verwijderen, moest ze dat willen. De beste manier om dat te vermijden is ook krachttraining en niet cardio alleen. Want cardio, daar valt er heel snel van af. Maar krachttraining is hetgene wat dat eigenlijk je vet omzet naar spieren. Waardoor dat je dus veel meer stevigheid bouwt in je lichaam. En in deze geval, oké, die was nu wel redelijk zwaar. Dus dan kun je dat eigenlijk iets of wat sowieso nooit vermijden. Dus je zal sowieso een operatie moeten ondergaan als ze dat goed wilt hebben. Maar het beste wat je kunt doen is krachttraining, 80-90% en 10% cardio. En dat is puur, je gaat trager afvallen, maar hoe trager dat je afvalt, hoe minder kans dat je ook loshangend vel gaat hebben. Dus ik vind dat voor mijn eigen ook heel belangrijk. The next one. Yeah, that's also a good achievement. Ik vind het altijd zo motiverend om te zien hoe dat die mensen zo... Ik kan er uren naar kijken, hè, mensen. S'avonds in mijn bed ook, hè, ben ik op TikTok, weight loss. En dan hashtag weight loss. En dan check ik al die TikToks. Ik vind dat zo inspirerend om dat te zien, hè. Deze ook. Je kunt ook zien op hier een buik dat hij iets of een rare navel heeft. En dat is ook een beetje loshangend vel. Maar je ziet wel, die armen zijn ineens gespierd en zo. Dus dat is echt wel heel goed gedaan. Dan streamen. Yeah. It's gonna happen, in people. Als je streamen hebt en je gaat afvallen, dan ga je ook streamen blijven. Hebben. Dat kan wel iets of wat vervagen en dat je dat minder gaat zien, but it's never going away. En daar moet je echt gewoon rekening mee houden dat dat gewoon nooit gaat weggaan. Je kunt daar zelf even proberen smeren en weet ik veel wat, but it's gonna stay, hè. Maar ergens is dat ook een soort van litteken van het harde werk dat je in je eigen hebt gestoken. Dus in principe, oh, dat is ook zo zot, hè. Ziet dat nu, dat verschil, man. Dat zijn precies letterlijk twee verschillende mensen. Dat is echt zot. Dat is precies of die linkse zou op school een bras hebben met die rechtse. It's the same fucking person, hè, gesha? Die is serieus wat werk moeten doen. Ik weet ook niet in hoeverre dat er hierbij zijn die dan een gastric bypass hebben laten doen. Want er zullen er wel bij zijn.
Maar ook heel veel van hun hebben dat allemaal op natuurlijke manier gedaan, zonder operaties. En dat is echt mogelijk. Mensen, van waar dat je ook komt, het is mogelijk om dat op die manier te doen. In ieder geval, die ziet er ook geweldig uit. Ook een pak jonger. Dat merkte ook heel hard, dat die echt ineens er veel jonger uitzien. Dus binnenkort zie ik er ineens 20 uit. The fuck you're doing? You wanna be part of the video again? Always the same with that doggy. De volgende ook. Dat is 6 maanden verschil. Van juni tot december deze. Dus op 6 maanden tijd is die al dat gewicht kwijt. Ja, dat staat er naar onder in pounds. En niet in kilo's. En ik moet daar gaan verrekenen, maar ik... Ja. Ik weet niet juist hoeveel dat juist is. Maar in ieder geval, op 6 maanden tijd, is toch een gigantisch groot verschil. En trouwens, alle dingen dat je ziet, is meestal zo binnen het jaar. Dus ik heb ongeveer 7-8 maanden nodig, denk ik, voor mijn doel te bereiken. Ik ben nu bijna een maand bezig. Dus nog maar 6 te gaan. Of 7. Elk lichaam is anders uiteindelijk. Dus we zullen wel zien hoe dat loopt. Volgende, ja, weer loshangend vel. Je ziet... die zal ook van heel ver gekomen zijn, deze meisje. En dat zou dan niet zo vol loshangend vel hebben. Dus die ding heb je gemakkelijk onder 200 kilo zet of zo. Je kunt dat kiezen, hè, operatief. Of gewoon zoiets hebben van, fuck that, ik ben gelukkig. Dan het volgende. Die was niet zo heel erg dik, die aan de linkerkant, vind ik. Maar natuurlijk wel een hangend buikje. En die heeft dat heel goed weggewerkt. Die zal ook waarschijnlijk een pak minder last hebben van streamen of van loshangend vel. Dan, ja, die linkse vind ik ook niet heel erg dik. Maar ik ben ook zo van, ik vind mensen ook niet snel dik. Soms dan wijs ik zo iemand aan en dan denk ik van, amai, goeie lichaam. En dan zegt iemand anders, die is kei dik. En dan denk ik, nee, dat gaan we dan af. Dat is toch niet dik? Allee, al snap je zo. Als je nog maar gewoon je vel kunt vastpakken tegenwoordig, een beetje, dan is het al dik. Maar deze is vooral gedaan voor abs en een echt heel sportief lichaam. En dat is die ook volledig gelukt en ze ziet er geweldig uit. Ja, die komt ook van een redelijk gewicht. En dat is zo cool om te zien dat dat mogelijk is. It makes me happy that I know dat ik binnenkort hetzelfde ga bereiken. En dat ik weet dat ik ga blijven doorzetten. Ik ben er volledig voor aan het gaan. Ik zet mijn eigen hand uitputten en... fucking love it, hè. Dan, weer loshangend vel. Die zal ook van heel ver komen. Maar je moet daar wel van op de hoogte zijn dat dat dus wel kan gebeuren. Moet je daarom denken van, oh, oké, dan blijf ik wel voller of dik? Nee. Je moet gewoon ervoor gaan. Weet je wel, het is leuker om iets te kunnen verstoppen in je kleren dan dat je iets niet kunt verstoppen in je kleren. Loshangend vel kun je echt verstoppen in je kleren en niemand ziet dat. Maar dat je gewoon voller bent... en je zit er zelf niet tevreden over, dan kun je dat ook niet verstoppen, weet je wel. Dan, deze meid heeft ook duidelijk op de rechterkant van haar buik veel streamen. Op een andere foto heeft ze nu niet de voorkant van haar lichaam getrokken, maar die zullen er zeker nog zitten, daar moet je niet aan twijfelen. Maar, een mooi figuur. En dat was de laatste. Nu, dus dat was dat gedeelte van mijn motivatie, waar ik dan eigenlijk, ja, ik zeg het, ik zoek dat heel veel op. Van die mensen ook op YouTube dat vertellen over hun weight loss en wat ze allemaal hebben gegeten en blablabla. En ik ga nu aan jullie vertellen wat mijn nu momentele ervaring is met afvallen. En wat tips geven van de dingen die dat ik doe en dergelijke. Het allereerste puntje is, als je wilt afvallen, weet waarom dat je afvalt. Je moet echt een doel voor je eigen stellen. Van, ik wil bijvoorbeeld afvallen omdat ik moeder ben en ik wil fysiek met mijn kinderen kunnen bezig zijn. Of ik wil afvallen omdat ik gewoon mijn eigen zelf beter in mijn vel wil voelen. Ik wil die kleren kunnen aandoen en dit en dat en zo en zo. Dus je moet echt een reden hebben voor jezelf waarom dat je wilt afvallen. Schrijf dat ook allemaal op, dat is echt belangrijk. Zodat je zelf nooit vergeet waarom dat je het eigenlijk kan doen. Het tweede puntje. Heb realistische verwachtingen. Het is heel belangrijk dat je realistisch blijft. Dat je echt weet in jezelf van, oké, ik ga hier niet binnen 2 weken ineens 40 kilo kwijt zijn. Of zelfs geen 10 kilo kwijt zijn. Gewoon heel realistisch blijven en weten van, het gaat traag gaan. Maar traag is beter. Geloof mij, als je wilt afvallen, je wilt geen crash dieet. Echt niet. Gewoon rustig aan en op het gemakje. Gewoon realistische verwachtingen hebben. Want als je verwachtingen onrealistisch zijn en die worden na 2-3 weken niet ingelost, dan ga je opgeven omdat je denkt van ja, het is niet gelukt. Dus zeer realistisch zijn. Ook iets belangrijk. Maak tussentijdse doelen. Dat wil zeggen, in mijn geval bijvoorbeeld, ik wil 30 kilo afvallen. Ik moet nu niet denken aan dat ik 30 kilo wil afvallen.
Ik moet bijvoorbeeld denken aan, ik wil nu, mijn eerstvolgende doel is 5 kilo afvallen. Of misschien zelfs maar 2 kilo afvallen. En elke keer als je je doel daarin bereikt hebt, heb je een soort van euforisch gevoel van, oh my god, kijk, dat gaat. Maar als je echt alleen maar dat einddoel in zicht hebt, dan gaat dat zoiets hebben van, oh, pff, dat duurt nog zo lang. Abru, abru, abru. En dan geef je weer al op. Dus altijd tussentijdse doelen opstellen. Een van de belangrijkste dingen, als je wilt letten op je eten, let op je calorieën. De calorieën dat je binnenpakt. Op Google kun jij voor je eigen opzoeken, qua lengte en weet ik veel wat, en hoeveel dat je weegt en zo, hoeveel calorieën dat jij per dag zou moeten binnen hebben om af te vallen. Doe dat. Gaat er niet over, gaat er ook niet onder. Want als je eronder gaat, gaat er veel te snel afvallen, waardoor dat je dus met dat vel zit en weet ik veel wat. En je gaat ook niet blijvend kunnen afvallen. Mensen die dat heel snel afvallen, die gaan, die komen er ook heel snel terug bij, omdat die huid nog geen ruimte heeft gehad of tijd heeft gehad om terug bij elkaar te trekken. Dat wil zeggen dat die huid er nog is en dat er ook veel gemakkelijker terug eten bij kan. Dat slaagt zijn eigen veel sneller op. Dus alsjeblieft, let op de calorieën dat je eet. Belangrijk. Zoek dat op, waar het voor u het beste is. Ga naar een diëtist, vraag dat aan een coach. Maakt dan niet uit, gewoon echt erop letten dat je aan die calorieën zit. Echt een hele belangrijke, heel veel water drinken. Heel veel. Dat is zo belangrijk. Ten eerste, dat stilt mijn honger. Moest je dan honger hebben. Ik heb dat niet, omdat ik regelmatig mag eten. En ik drink ook heel veel water. Maar niet alleen daarvoor, ook voor de kwaliteit van uw huid. Je huid moet heel gehydrateerd blijven. Ook als je sport en zo, ja, je zweet het er allemaal terug uit. Hups, weer een hele hoop water weg. Je moet zien dat je dat altijd terug binnenpakt. Je moet zien dat je huid enorm goed gehydrateerd is. Ook voor dan inderdaad dingen tegen te gaan. Losvel en toestanden. Dus je huid moet rekbaar blijven. Dat is echt belangrijk dat je afvalt. Ook als je bijkomt trouwens. Moest je nu eigenlijk denken van ik sta aan het bijkomen, smeer je een buik elke dag in of zo. Insmeren kun je trouwens ook doen tijdens het afvallen. Ik doe dat nu met kokosolie. Ik smeer mijn eigen elke dag of elke avond volledig in. En dan kruip ik gewoon in mijn bed. En ja, dat plakt en dat is vies. Maar goed, mijn vet is vettiger. Eigenlijk zijn deze allemaal belangrijke punten. Want het volgende is ook een heel belangrijke en dat is: volg alsjeblieft een dieet. En zelfs geen dieet, je moet dat niet dieet noemen, dat is een levensstijl. Volg een nieuwe levensstijl die dat je kunt volhouden. Als dat iets is wat jij niet kunt volhouden, dan god jij dat ook niet volhouden. Als je afkomt met ik eet vandaag 1 banaan en ik drink gewoon 2 liter water en ik hou het bij die een banaan, niemand houdt dat vol. Je wordt dat strontmug heel snel beu en je gaat terug in oude gewoontes vallen. Dus doe iets wat je kunt volhouden. Laat je doel niet snel afvallen zijn, alsjeblieft. Een jaar van een mensenleven is niks. En het is meestal zelfs nog geen jaar. Denk er vanaf op welk gewicht dat je zit natuurlijk. Maar dat is niks. Dus doe rustig aan, je tijd. De tijd blijft verder gaan. Daar moet jij niet aan zitten. Time is going. Gewoon zien dat je het goed doet. Je moet ook zien dat je maar 1 kilo per week afvalt. Vanaf dat je meer dan 1 kilo per week afvalt, gaat je huid zijn eigen niet meer kunnen aanpassen. Dat is echt, en dat lijkt weinig, een kilo per week. Maar ik zeg het, dat is een paar maanden even rustig aan en gewoon doen wat je moet doen. En nadien moet je dat natuurlijk ook volhouden. Je moet niet na je dieet, hoe dat we het dan weer al noemen, levensstijl, moet je niet ineens terug vettig beginnen eten, want dan zit het er gewoon terug bij. Hè? Dus je moet wel zien dat je een levensstijl aanpakt en dat je die ook kunt volhouden. Nog zoiets, heel veel mensen hangen af van hun weegschaal. Als die aan het diëten zijn, of als die aan het sporten zijn, dan gaan die constant op die weegschaal staan. En dat is niet de manier. Een lichaam zit zo raar in elkaar. Als een vrouw haar maandstonden bijvoorbeeld heeft, dan weegt die echt soms 2 kilo meer dan dat ze normaal gezien weegt. Ik weeg mijn eigen ook niet in de periode dat ik mijn maandstonden heb. Omdat ik dat is een soort van teleurstelling. Dat je dan denkt van, oh, ik ben zoveel afgevallen en ineens is dat er zo terug bij. Ook als jij op een dag eens iets meer water drinkt dan dat je een dag ervoor heb gedronken of zo, kan dat ook goed zijn dat je op de weegschaal een hoger cijfer gaat zien. Nu, dat wisselt zoveel af. Ik denk dat je best je eigen 1 keer per week weegt om dan toch een verschil te zien of zelfs maar 1 keer per maand. Niet naar die weegschaal kijken, dat is echt niet belangrijk. En zeker niet als je krachttraining doet, want spieren die wegen meer dan vet. Dus als ik ga fitnessen en ik kijk op de weegschaal en er staat ineens 2 kilo bij, dan kan dat goed zijn dat dat door spieren komt en niet door dat vet. Terwijl ik er eigenlijk wel slanker uitzie. Begrijp je? Een weegschaal dat is eigenlijk echt
nutteloos, maar ja. Voor uw eten, kruiden is echt iets wat dat mag. Veel mensen zullen zeggen, nee, dat is niet waar. Je mag geen eten kruiden als je op dieet bent. Jawel, you can use like alle kruiden dat je wilt. Past gewoon een beetje op met zout. Zout is iets wat dat vocht vasthoudt in je lichaam. Dat is geen vet, dus dat gaat na een paar weken ook wel weg. Maar ja, ik probeer mijn eigen toch te beperken in het zoutgebruik. Wat ik gebruik is lookpoeder. Kei lekker trouwens. Sojasaus moet je ook gebruiken. Er zit bekend niks aan calorieën in. Als je aan het koken bent, je wilt er wat sojasaus op kappen. Just do it. Kippenkruiden, spaghettikruiden, bij wijze van spreken. Alles zijn kruiden moet jij op je eten doen. En dat maakt dat ook zoveel aangenamer om dat te eten. Wat ook wel een belangrijke is. Als je afvalt, en dat is geen wat ik nu aan het doen ben bijvoorbeeld, is public commitment. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk jullie laat weten dat ik ermee bezig ben, waardoor dat ik ook meer gemotiveerd ga zijn om dat af te maken. Want stel, ik maak nu deze video en binnen zoveel maanden denk ik weer pizza aan het eten, snap je? Dus als je dat deelt met je omgeving dat je ermee bezig bent, en je vertelt dat tegen keiveel mensen, dan ga je je eigen ook meer motiveren om dat af te maken. Dus doe dat zeker niet zo op je eigen, van ik ga nu diëten en niemand mag dat weten. Doe dat gewoon echt like, publiekelijk. Ik zeg niet dat je op straat moet gaan roepen dat je wilt afvallen, hè, maar zeg dat tegen vrienden, tegen familie. Als je zelf een YouTube-kanaal hebt of zo, zeg dat daarop. Als je veel volgers hebt of zelfs weinig volgers, laat de mensen dat gewoon weten dat je ermee bezig bent. Dat gaat je ook veel harder motiveren om daaraan verder te doen. Ik zou mijn eigen nu niet meer kunnen inbeelden na alles wat ik al online heb gedaan over dat sporten en zo, dat ik nu ga zeggen van, ik kan er toch niet meer verder. Deze motiveert mij enorm dat jullie er ook elke dag naar kijken. Wat ik doe voor te sporten is, ik ga normaal gezien naar de fitness, maar ja, corona was incoming. Dus nu doe ik dat thuis. Je hebt fitness workouts, je hebt home workouts. Van waar haal ik die zelf? Van mijn personal coach. Ik heb zelf een abonnement en dat is geen sponsoring, mensen. Ik betaal daar ook degelijk voor maandelijks. Dat is 10 euro per maand op zijn website. Die staat in de beschrijving voor moesten dat zelf willen. En daar kun jij home workouts op vinden, kun jij fitnessschema's op vinden, kun jij eetschema's, elke week andere voedingsschema's op vinden. En dat is allemaal wel handig, weet je wel? Omdat ik zou zelf, als ik in de fitness sta, zou ik niet weten van, en wat moet ik nu doen? Maar als je een heel schema hebt dat je gewoon zegt wat je moet doen, is dat ook al veel motiverender om daarmee verder te gaan. Dus het is www.don'tworrybefit.be, denk ik. Ik kan even nachecken. Ja, inderdaad, dat klopt. Ik zeg het, dat is geen sponsoring. Vroeger in een tijd was dat wel een sponsoring, nu niet meer. Nu is dat gewoon betalend. Maar ik deel dat met jullie omdat datgene is wat ik gebruik. Dus dan weten jullie ook dat datgene is wat ik gebruik. Ik doe nu minstens 3 dagen per week aan sport. Binnenkort, pakt ongeveer binnen een maandje. Pakt als de fitness terug open gaat, wil ik 5 dagen per week gaan. Dus dat is wel wat. Maar ik wil dat wel echt doen. Je hebt zo van die 3 dagen split, 5 dagen split. En ik zit nu op 3 dagen. Waarin dat je dus elke dag andere spiergroepen aanpakt. Maar ik wil echt voor 5 dagen gaan per week. Ik wil eigenlijk gewoon leven in de fitness. Dat is mijn doel. Dus als die terug open gaan, ga ik dat zo snel mogelijk doen. Maar begint gewoon rustig aan met 2 dagen. Misschien zelfs maar 1 dag per week. Of 3 dagen. Ik ben direct begonnen met 3 dagen en ik voel mij er heel energiek door. En waarschijnlijk zie je dat ook wel. Oké. Ook heel belangrijk is dat je op het moment hoe je er nu uitziet ook tevreden moet zijn met jezelf. Als je niet tevreden bent met jezelf en je wilt te snel resultaten zien omdat je iets anders wilt dan hetgene wat je spiegelbeeld nu geeft, dan gaat dat heel snel beu worden. Want dat kan soms echt traag gaan. Op het begin zal dat iets sneller gaan, nadien gaat het iets trager afvallen. Dat is normaal. Dan kun je de eerste maand kun je 10 kilo afvallen en de maand erop kan dat 10 maanden duren voordat je 10 kilo afvalt. Snap je? Dus je moet gewoon echt op je gemak zijn en blij zijn met wie dat je nu ook bent. Niet zo van, ik wil er vanaf. Geef mij maar iets anders. Gewoon tevreden zijn met jezelf. En weten dat er gewoon een verbetering van je eigen aankomt. Op een rustig tempo. Het volgende stapje is, hetgeen wat ik er juist al heb gezegd, je moet niet te hard gefocust zijn op het feit dat dat een dieet is. Dat hoeft geen dieet te zijn. Dat moet echt een levensstijl zijn. Ik zeg het, dat moet iets zijn waar je nadien nog gaat verder zitten. Je moet echt, en daarmee, je moet er ook niet zo op gefocust zijn. Je focus mag niet liggen op elke dag, ik ben aan het sporten en ik ben gezond aan het eten en allemaal daarvoor. Nee, laat dat gewoon rustig in je leven glijden, alsof dat ook gewoon je leven is. Ik zit nu op dat punt dat ik er niet meer zo echt
zot mee bezig ben. Ik doe natuurlijk wel alles wat ik moet doen. Maar in mijn hoofd is dat niet van, oké, ik wil afvallen, afvallen, afvallen. Ik wil niet afvallen per se. Ik wil wel afvallen, dat is een dikke leugen. Echt, ja. In ieder geval, ik wil zeggen, ik vind dat oké dat dat traag gaat. Ik vind dat niet erg dat dat pas binnen 7-8 maanden is. En trouwens, elke dag zie je de verbetering. Dus dat is goed. Het kan er al zeker niet slechter op worden als je bezig blijft. En ik heb er een hele goede quote voor en dat is: if you are tired of starting over, stop giving up. Dus als je het beu bent om elke keer opnieuw te beginnen, stop dan gewoon mee op te geven. That's like a very, very good quote, hè? Nog iets wat ik heb gedaan om mijn eigen te motiveren is, ik heb kleren in huis gehaald waar ik nog niet in pas. En dat is ergens een leugen, want hier pas ik wel in en dat is ook nieuw. Maar dat is zo aan de one size, dus daar past iedereen in. Dat is heel motiverend dat ik in mijn kast zo'n t-shirtjes zie hangen waar ik zo naar aan het kijken ben en denk van, dude, mijn dikke teen past er just in. Dat is echt motiverend, omdat je zoiets hebt van, ik wil daarin passen. Ik ga mijn eigen binnen zoveel maanden daarin zien. En godverdomme, dat gewoon goede foto's zijn. Ook al past dat misschien niet exact in die periode, maar dan kun je nog gaan shoppen. Kun je dat desnoods verkopen op tweedehands.be, ik weet het niet. Maar doe dat. Koop gewoon een paar kleren of gewoon één setje of één broek zelfs, waarvan je denkt, hier wil ik in passen en ga ervoor. Nog iets. Falen is normaal. Ik zelf heb al zoveel diëten gedaan en ik heb heel veel gefaald. Alle mensen waar ik research naar gedaan heb, zeggen dat ook van, wow, ik heb volgens mij 30, 40, 50 keer een regime gedaan en elke keer ben ik gefaald. Nu, dat wil daarom niet zeggen dat je nooit kunt succeeden. Er gaan een moment zijn, en ik voel echt zo hard dat deze mijn moment is. Ik ben daar echt zeker van. Maar misschien voor iemand anders is dat zo nog een twijfelgeval of zo. Weet gewoon, ook al faalde jij 50 keer, er gaan een moment zijn dat je het echt gaat doen. En die moment moet je gewoon even zoeken. Nu, tijdens dat je bezig bent met een andere levensstijl en bijvoorbeeld je zij even zwak, je hebt een zwakkere dag en je denkt van dat taartje ziet er echt wel goed uit. Ik kan toch één hapje pakken en je frit dat helemaal op of zelfs maar één hap. Alsjeblieft, pas daarmee op. Je hoofd is zo ingesteld dat je tegen je eigen gaat zeggen van ik heb het nu toch al gedaan. Ach ja, de rest kan er ook wel bij, snap je? Niet doen. Het is niet omdat je even misschien een paar calorieën te veel in je lijf hebt, dat ga je ineens weer zo gaan bijkomen. Dus vergeet die moment. Heb zoiets van, ik heb het vandaag even naar de kloten gedaan. Ik start morgen gewoon fris terug opnieuw. En laten we je dan ook niet te snel verleiden door terug iets te pakken. Want vanaf dat je één keer iets pakt, is de kans vrij groot dat je een dag daarna ook denkt van, ach ja, ik heb het gisteren ook gedaan. Dus let er wel wat op. Maar zeker niet opgeven omdat je één fout hebt gemaakt. Je lichaam gaat die fout niet volgen. Nu, het volgende ook, hetgeen wat ik zei, is ik motiveer mijn eigen echt enorm hard mee naar mensen te kijken die dat dus zelf een traject van afvallen hebben gehad. En ik vind dat zo motiverend om naar te kijken. Ik raad ook iedereen dat aan om dat te doen. Gewoon echt kijken naar andere mensen die dat hebben gedaan. En dan weten ook gewoon van, het is wel mogelijk. Vooral dat. Doe echt veel research. En het allerlaatste is, ik wil niet dat je een ideaal beeld in je hoofd hebt. Van je eigen. Dus je moet niet denken van, als ik ben afgevallen, ga ik er zo uitzien. Je hebt geen verwachtingen. Laat je lichaam gewoon zijn ding doen en wees tevreden met wat dat daaruit komt. Want als je gaat denken dat je, ik zeg nu maar niet, dat je iemand online ziet met een perfect figuurtje en jij denkt van, ik kan er zo uitzien en je ziet er niet zo uit, maar een beetje anders, dan gaat dat al teleurgesteld zijn in jezelf dat je er niet zo uitziet. Dus je moet geen ideaal beeld voor je eigen creëren. Dat is echt belangrijk. Laat je lichaam gewoon doen en wees verrast door het resultaat. Voilà. Gesje. Die ken ik niet meer. De gesjetje. Dag. Hopelijk was deze hulpvol en als er mensen zijn die daar nog vragen hebben, ask me in de reactions. Ik kan proberen te lezen en te antwoorden. En voor de mensen die daar starten met hun journey, net zoals ik, heel veel succes. We kunnen het allemaal tezamen en binnenkort zijn we allemaal, zoals ik het altijd zeg, skinny bitches. Dank je voor het kijken. Love you en tot morgen. Doei!